Hi, ik ben Monique Boulier en ik zit in de tweede fase van het tweede jaar van de Fotoacademie. Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor fotografie en in 2018 ben ik begonnen met de basisopleiding. Ik zat toen midden in een burn-out en ik wilde heel graag weer iets creatiefs doen. En dat maakte eigenlijk zoveel los dat ik mijn werk als ondernemer in de dans heb losgelaten om me helemaal te kunnen focussen op de 5-jarige HBO-opleiding die ik nu volg. De afgelopen 2 jaar heb ik een compleet andere kijk gekregen op fotografie. In het begin was ik vooral bezig met het maken van een mooi plaatje. En nog niet zo met de inhoud. En de afgelopen jaar heb ik vooral geleerd om te focussen op wat wil ik nou eigenlijk vertellen? Waar gaat het over? En wat communiceert je beeld? En communiceert het wat je wil dat het communiceert? En de techniek blijft natuurlijk heel belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het toch echt om de inhoud. Toen ik begon aan de academie dacht ik dat ik vooral een reportage wilde maken. Snelle nieuwsreportages en misschien zelfs wel in het buitenland. Maar inmiddels weet ik dat dat niet zo bij me past. En voel ik me veel meer thuis bij het maken van een documentair portret. En beelden waar ik tijd voor kan nemen. En hoe ik bepaalde gevoelens en gedachten die ik heb om kan zetten in beeld. En het landschap fotografeer begin ik eigenlijk ook steeds leuker te vinden. Maar gelukkig heb ik nog een aantal jaren de tijd om uit te vinden wat echt bij me past.